Al jarenlang is gebruik van de echo belangrijk voor de fysiotherapeut. Met name voor de pezen, de banden, de spieren in beeld te krijgen. Maar de grootste kracht zit eigenlijk ook in de bewegingsanalyse. Met name de bewegingen die in de schouder gemaakt worden, kunnen middels echografie heel goed in kaart gebracht worden. Zowel als informatieverschaffing, maar ook als beoordeling wat er precies gebeurt wanneer we bewegingen met onze schouderkop maken. Tevens de stabiliteit van het sleutelbeen speelt daar ook een belangrijke rol in. Daarnaast kunnen we kijken of dat met bepaalde testen de stabiliteit van de knie gewaarborgd blijft of dat de mediale meniscus nog mooi glijdt in zijn zone. De echo heeft zijn meerwaarde bewezen in het bekijken van banden, kapsels en de gewrichten. En met name ook de bewegingstechnische aspecten geven de meerwaarde van de echo weer. Want geen enkel apparaat laat bewegingstechnische aspecten zo mooi zien als een echo. Dus heeft u klachten die steeds opnieuw terugkomen bij veelvuldig bewegen van gewrichten, laat u dan eens een keer onderzoeken door een fysiotherapeut met een echo, zodat er een analyse gemaakt kan worden voor uw probleem.